in de categorie Sporter met beperking 2019. Haar positieve instelling, een inspirerend voorbeeld voor alle sporters, Hester Eliezen. Gestart in februari en in mei al de vierde plaats bereiken. SVG Vrouwen G1. Ook met een donororgaan kun je een vliegende start maken. Nederlands transplantatievoetbalteam. Hester verloor haar beide nieren. Na veel ellende krijgt ze in 2013 dankzij de nier van haar partner nieuwe energie. Met haar positivisme komt ze tot nieuwe doelen. Ze wint zilver en brons tafeltennis op de World Transplant Games. En ze stapt als vrouw in het net opgerichte transplantatievoetbalteam dat prompt zilver behaalt op de Transplant Games. In 2021 gaat ze voor goud. In mei is het de Tilburgs werelds eerste G-voetbaltoernooi Special Olympics Europese Dames. Het pas opgerichte G-damesteam speelt tegen ervaren teams van andere landen. Onze dames bereiken niet alleen de vierde plaats op het hoogste niveau, maar ze slepen ook de Fair Play-prijs binnen. Met dank aan aanvoerster Suzanne. Zij zocht en kreeg de media-aandacht om dit team bij elkaar te krijgen. Applaus! Voetballen met een donorhart, nier of lever. In januari gestart vanuit Tilburg. En dan in augustus als landelijk team zilver winnen op de World Transplant Games. Een team met een ongekende saamhorigheid. Samen blij zijn met alles wat goed gaat. Maar ook samen zijn als het fysiek wat minder gaat met een teamgenoot. Op naar het WK in 2020. En op naar de vorming van meer teams in Nederland.